Hoi, hier is Wouter. Welkom in deze video. Gisteravond is Flikker Rotterdam weer begonnen. Dus dat heb ik natuurlijk weer gekeken. Ik heb het teruggekeken, want ik was even weg. Dus ik heb via NOC het 's avonds even teruggekeken. Rond 9:30 ongeveer kon ik terugkijken, dat was wel mooi. En het nieuwe seizoen was begonnen. Het gaat over een ripdeal, want het was een drugsboot. En er werd geschoten, dus ja, dat was niet zo mooi, want je mag niet schieten. Maar het gebeurde helaas. Dus... Er kwam ook iemand om, die was dus dood, geschoten. En ja, zo begon het nieuwe seizoen een beetje. Die officier van justitie, Hein Berg, die had een gesprek met iemand. En wat gebeurt? Er komt er eens een man aangelopen, helemaal donker gekleed. En die schiet die gesprekspartner dood opeens. Waarom? Dat komen we misschien wel later in het seizoen achter. En ja, er werd ook nog een vrouw doodgeschoten door jongens op een scooter. Nou, tenminste, of meisjes, dat kon ik niet zien door die helm. Maar ja, goed, laten we ervan uitgaan dat het jongens waren. Dus die schoten die vrouw dood. Weer een overleden iemand. Want haar zoon was ook al doodgeschoten, dus nu ook de moeder. Ja. En, er was nog meer, ja. En Stan, hè, die regisseur, die had iemand aangehouden. Maar ja, die begon een beetje tegen te stribbelen. Dus dat werd een gevecht. En helaas voor hem... had iemand het gefilmd en op Instagram gezet. Dus er leek net of hij iemand mishandeld had. Dus dat is ook weer een probleem voor hem dit seizoen. En Esther die vraagt overplaatsing aan naar Groningen. Omdat die andere man, die Dries, die is verliefd op haar en dat vond zij moeilijk. Nou is overplaatsing vragen dan misschien een beetje apart. Want in Groningen kan ook iemand verliefd op je worden. Maar goed, het hoort natuurlijk bij het verhaal. Dus laten we het maar even goedkeuren. Ja, dat zijn een beetje de dingen van dit seizoen. Ik vond de eerste aflevering heel leuk om te zien. En ik hoop ook nog een tweede aflevering. Ja, die komt er ook. Ik bedoel, ik ga ook kijken naar de tweede aflevering. Goed, bedankt jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.